Na 100 jaar ben ik daar. Het is nu avond. Ik ben het helemaal vergeten. Maar goed, ik weet echt niet of ik dit nou in godsnaam wel online moet gaan gooien. Maar ik ga het denk ik toch doen. Omdat het anders echt een groot raadsel is waar ik straks ben op YouTube. Dus ja, ik kan dit niet echt een weekvlog noemen. Maar gewoon eventjes, ja, een soort van mini weekvlog kletsen-achtig ding. Wat er namelijk aan de hand is, is dat ik er even over na ging denken. En ik dacht, hey, ik ga volgende week op vakantie. En toen dacht ik, hey, wil ik daar gaan vloggen? En ik heb besloten dat ik dat niet wil. Omdat, ja, het is mijn vakantie. En ik heb toch altijd zoiets, als ik ga vloggen, dan wil ik het gewoon goed doen de hele tijd. En dan, ja, ik weet niet, het voelt een beetje als moeten dan. En dat wil ik gewoon niet. Dus ik ga op vakantie gewoon niet filmen. Heb ik gewoon geen behoefte aan. Dat wil ik gewoon niet. Dus er zullen dan de komende 2 weken geen weekvlog online komen. En ja, waarschijnlijk ook geen normale video's. Dat betekent dus dat mijn kanaal heel eventjes 2 weken rustig wordt. En ja, ik hoop niet dat jullie dat heel erg vinden. Maar ik vind het gewoon niet chill als ik ga vloggen en dat ik er eigenlijk geen zin in heb. Maar dat het moet, omdat, ja, omdat er 2 video's normaal altijd online komen. Ja, ik wil dat gewoon even niet. Ik wil gewoon heel even een rustmomentje pakken. En dan hoop ik dat ik het daarna weer helemaal goed kan oppakken. Want ik merk gewoon de laatste tijd dat ik het steeds moeilijker ga vinden om een YouTube-ritme aan te houden. Ik heb gewoon heel weinig ideeën op YouTube. Ja, de weekvlogs vind ik super leuk om te doen hoor, nog steeds. Ja, behalve ze dan, soms zijn er gewoon weken dat ik denk, ik heb er nu zo geen zin in. En ik heb zo niks nuttigs te filmen. Maar ja, toch wil ik gewoon een video voor jullie online zetten. Dus ja, dat is soms wel lastig. Maar ja, ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Ik zal tot zaterdag nog even proberen te vloggen. Vrijdag misschien. En ja. Ik ga trouwens op vakantie naar Limburg. Ik blijf dus gewoon lekker in Nederland. Wat op zich best wel chill is. Maar aan de andere kant, ja. Had ik ook wel graag gewoon even lekker naar het buitenland gewild. Maar goed, ik kan er wel mee leven. Ik vind het wel chill. Het wordt, als het goed is, ook mooi weer volgende week. Laten we het heel erg hopen, want dan ben ik echt een gelukkig mens. Ja, ik ga zo lekker slapen. Ik ben echt super moe. Ik heb gisteren en eergisteren gewerkt voor het eerst. En ik ben echt kapot. Ik weet niet waarom, maar ik ben echt kapot gewoon ervan. Maar ik denk dat het ook komt omdat ik natuurlijk vorige week op musical camp ben geweest. En eigenlijk daarna helemaal niet heb uitgerust. Want, sorry, ik blijf gewoon maar praten. Want ja, vinden jullie vast gezellig. Ik kwam vrijdag dus terug van musical camp. En nou, toen ben ik wel vroeg gaan slapen en zo. En toen heb ik wel uitgeslapen. En toen zaterdag, toen was ik met Judith, Venna, Imani en Ties. Toen waren we naar Haarlem geweest. En Judith bleef bij mij slapen. Maar we waren echt pas om 2 uur thuis of zo. En toen lagen we echt pas rond 4 uur te slapen. Dus ik heb helemaal niet kunnen uitrusten toen. Zondag hebben we op zich wel uitgeslapen, redelijk. Nou, het viel wel mee eigenlijk tot 11 uur of zo. Nou, dat is niet heel lang. En ja, maandag moest ik werken. En dinsdag ook. Dus ik heb helemaal nog niet echt rust kunnen hebben. Want ja, Judith kwam gelijk al, wat ik echt super leuk vond. Maar ja, dan rust je natuurlijk niet echt meer uit. Ik ga even mijn make-up doen. Want ik ga zo meteen een stukje filmen voor de verjaardagsvlog van Judith. Want Judith is morgen jarig. En ik wil heel graag een verjaardagsvlog maken. Ik weet nog niet zeker, of tenminste vlogvideo. Ik weet nog niet zeker of ik hem online ga zetten of gewoon privé voor Judith ga maken. Daar moet ik nog even over nadenken. Want er zijn een beetje struggles. Want als ik het online wil zetten, dan kan ik dus geen copyright muziek eronder zetten. En ik vind het echt kut om met no copyright eronder te werken. Want het is gewoon lelijk. Dus daarom weet ik nog niet of ik hem online ga zetten. Misschien dat ik hem gewoon alleen voor Judith doe. Of op Instagram of zo. Want dat is wel leuk. Kunnen jullie er ook van meegenieten. Maar ja, ik wil hem niet op YouTube, denk ik. Omdat dat te veel gedoe is met copyright en zo. En daar heb ik gewoon geen zin in. Maar ik ga nu even mijn make-up doen. Want ja, dat vind ik even prettig. Want ja, ik had er ook gewoon zin in. Want ik leef nu al 3 dagen make-up bloot. En ik heb zin om make-up op te doen. Dus
trouwens wat een scheid foundation is dit. Ik dacht, ik geef hem weer even een kans. Maar deze is van de Primark. En ik vind het echt scheid. Want het... Ja, je kan het niet zien... Nee, je kan het trouwens wel zien. Het ligt fucking erg op je huid. En dat vind ik zo lelijk. We gaan gewoon voor een normale foundation. Toedeloe. Goedemorgen, of nou, middag, het is 1:30 of zo. Het is vandaag vrijdag en ik ga even mijn kamer opruimen. Volgens mij ging ik dat gisteren ook al doen, maar toen werd ik weer afgeleid. En ja, ik ga gewoon even lekker in mijn sport PH. Lach hier brullen. En ik ben weer Bieke Reven. Schatje, ben je ready voor de eerste dit? Laat deze niet varen, nee. Er was niemand die me kende zoals jij. Vanaf de eerste dag waren wij feit. Niemand die het wist van jou en mij. Achteraf gezien was dat de leukste tijd. Het is niet alleen het schuld, dat weet ik. Niet alleen het fouten die we niet vergeten. Toch heb ik mijn best gedaan. Moeten wij weer een kant op gaan. Ik ben niet meer van jou, nu ben ik weer van mij. Je houdt je nu al groot, maar gaat kapot van de pijn. Dat je bij me wilt zijn, maar niet meer bij me kunt zijn. Ik heb weer twee pakketjes en ik ga ze nu even openmaken. Ik heb echt geen idee meer van wat het is, want ik heb blijkbaar dus echt superveel besteld. Maar ik weet het gewoon allemaal niet meer. Nou, oké, dit kan ik me echt niet meer herinneren. Ik weet ook oprecht niet wat het ook weer is. Dit ziet er echt lelijk uit, maar ik weet ook echt niet meer wat het is. Maar goed, deze twee weet ik nog wel. Dit zijn twee playsuits, dus ik ga het allemaal denk ik maar gewoon even aantrekken. Helemaal leuk. Nou, dit is het eerste, maar ik denk niet echt dat ik hem leuk vind. Ik weet niet waarom, maar het past gewoon niet echt bij mij. En ik vind dat het broekje ook niet super mooi zit. Dus ja, ik weet niet. Ik vind hem niet zo, deze. Het model is ook niet echt leuk. Ik weet niet. Nee, ik denk dat ik deze niet zo leuk vind. Oké, deze vind ik wel echt heel erg leuk. Het is een off-the-shoulder in het donkerblauw. En de mouwen die lopen ook een beetje wijd uit. Hij moet alleen even gestreken worden. Verder vind ik deze wel echt super leuk. Dit is dus echt fucking raar, want ik heb deze dus gekregen, maar ik heb hem niet besteld. Ik weet het zeker. Ik heb hem ook net aangetrokken en hij is echt heel lelijk. Hij staat me gewoon niet. Maar ik heb hem ook echt niet besteld, want ik zou dit soort dingen nooit uitkiezen. Want dit vind ik gewoon echt oerlelijk. Dus, what the fuck. Ik heb ook een gek raar lingerie setje gekregen die ik ook niet heb besteld. Dus, ik snap er echt niks van. Nou, ik weet dus niet zo goed wat ik hier nou mee moet. Ik denk dat ik het maar gewoon ga weggooien, want sorry, maar dit ga ik echt niet aandoen. Zo, ik heb vandaag de hele dag gewerkt en nu ga ik mijn tas inpakken, want we gaan dus morgen op vakantie. Dat betekent dat ik deze vlog nog moet bewerken. Nou, dat ga ik dan hierna doen. Maar ik zal nog even zo meteen laten zien wat ik allemaal mee heb en zo. Ik ga niet alle kleding en zo laten zien, want het is allemaal helemaal bullshit om te laten zien. Want ja, maar ik laat jullie zo nog even zien ongeveer wat ik meeneem. Ik zal het even allemaal op mijn bed leggen en zo, want ik moet het toch allemaal nog even goed gaan bekijken. Dus ja. Nou, Pamela die gaat een weekje weg en neemt zoveel mee. Ja, altijd. Ongeveer bijna alles ingepakt. Eigenlijk nog lang niet. Maar ik moet nu deze week vlog nog bewerken. Kan ik even huilen? En Judith is op FaceTime. Hoi. Hoi. Alweer. Ja, voor de 100.000ste keer. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En ja, ik zie jullie bij een volgende video. Dus niet bij de volgende weekvlog. Wacht heel even.